twee, één! Het is het klapstuk van de avond. De officiële presentatie van de twee zo lang verwachte pandaberen. 120 journalisten en honderden genodigden vergapen zich aan Wu Wen, wat krachtige wolk betekent, en Xinya, elegante ster. Mensen, is dit mooi of is dit niet mooi? Anderhalf uur daarvoor landde het vliegtuig waar ze in vervoerd werden. Een pandabeer als vliegtuigpassagier lijkt heel speciaal, maar... In alle oprechtheid, dat valt eigenlijk mee. Er zijn natuurlijk veel eisen te bedenken, maar dat geldt ook voor andere diersoorten. Dus wij zijn wel gewend aan de eisen die daar worden gevraagd. Dat verschilt niet zo heel veel, nee. Het is gewoon een beer. Het is een bijzonder prachtig beest en we zijn er bijzonder blij mee om te mogen vervoeren. Maar wel een beer. De naam zegt het al, hè? Pandabeer. Miljardair Marcel Boekhoorn moest 16 jaar lang lobbyen om de panda's naar Nederland te krijgen. De eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen leased de panda's voor 1 miljoen euro per jaar. Zeker 4 tot 6 weken blijven ze in quarantaine zitten. En daarna zijn ze nog zeker 15 jaar lang te zien in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.